Goedemorgen allemaal en welkom bij weer een nieuwe Vlogmas. Ik zie er een beetje delicaat uit vandaag. Het is 7 uur. Het is mijn eerste dag vakantie. Yay! Ja, uiteraard ben ik dan ook om 7 uur wakker. Dat heeft bij mij echt wel een paar dagen nodig voor ik in een vakantieritme zit. Maar goed, het is 7 uur. Yay! Ik ben wakker, ik ben beneden en ik ga gelijk eens beginnen aan onze was. Aangezien dat echt gewoon een grote ramp is. Oké, ik ga jullie iets laten zien wat ook echt wel real life is. Maar ik vind het eigenlijk best wel gênant om te laten zien. Maar we doen het toch maar. Omdat gewoon, it's real life. Dit is onze situatie qua vuile was. Oh my god, ik vind het zo gênant. Maar hier ga ik dus nu mee aan de slag. We hebben zo'n wasgacht hier in het washok. Dan kan je van bovenaf iets naar beneden gooien. Ik ga je niet zeggen tot waar dat boven zat. Te gênant. Ik hoop dat andere mensen dit ook wel eens hebben, want anders zou ik me echt heel slecht voelen. Zo, ik zie er heel wat frisser en meer bij de dag uit dan daarnet. En zo voel ik mij ook. Ik heb lekker uitgebreid gedoucht. Mijn vlog is online gekomen van vandaag. Ik ga weer proberen 's morgens mijn vlogs online te zetten. Nu ik thuis ben, als ik aan het werken was, was dat gewoon echt soms niet mogelijk. Dan, ik ben ook maar alleen. En goed. Ik ben klaargemaakt. Ik ga een klein rondje klusjes doen. Ik moet namelijk naar de post. Weer al. Ik kom eigenlijk echt wel heel veel bij de post. Maar ik moet naar de post 2 pakjes wegbrengen. Eentje nog voor die winnaar. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. In return. En dan nog allerlei kerstkaartjes die we via de post opsturen. We hebben een deel die dat we zelf in bussen kunnen gaan steken voor mensen hier in de buurt. Maar ook een deel die dat met de post gaan. Dus dat ga ik nu eventjes afhandelen. En dan voor de rest naar de supermarkt. En ik wilde ook nog naar de Action. Aangezien een collega van mij gisteren vertelde over een kartonnen kattenhuisje dat zij heeft gekocht daar voor haar poezen. En dat die daar zoveel mee spelen en dat ze dat zo leuk vinden. En ik ben eigenlijk altijd wel op zoek voor Jack en Theo voor manieren dat ze zich niet zouden vervelen ofzo. Aangezien dat ze toch wel nu zeker met de zwangerschap binnen blijven. In de zomer mogen ze af en toe wel naar buiten en dat doet hun wel echt deugd. Dan blijven ze echt wel heel braaf in de buurt en zo van ons. Ze mogen ook enkel naar buiten als wij ook buiten zijn. Dus als wij binnen gaan, dan komen ze ook weer mee naar binnen. Maar dat werkt eigenlijk heel goed voor ons. Maar in de winter, ik merk wel dat ze, dat ze zo wat nood hebben aan wat entertainment. En ik probeer dan verschillende manieren te zoeken. Even mijn schoenen aan het aandoen. Om het te doen. En aangezien dat ze echt wel al verzot zijn op kartonnen dozen en zo. Ze spelen daar graag in en ze kruipen daar ook snel in. Dacht ik, dat is misschien wel heel tof. Want die bodem is zo speciaal gemaakt. Ja, is het me nu aan te kijken. Dat ga ik voor jullie halen. Dus dan ga ik nog even snel langs de Action. Goed, ik ga mijn boeltje bij elkaar pakken en dan ga ik het doen. Het is 10 uur. Alrighty, boodschappen zijn gedaan. Alles zit in de koffer. Yay, dus die gaat mee. En nu zou ik eigenlijk mijn ooglappen moeten opzetten en niet rondgaan. Maar vervang ik dat hier alsjeblieft? Misschien een klein rondje maken. Geen idee of dit juist is. Lijkt me niet echt heel juist, maar we zullen het zien.
het resultaat van de villa met een heuse dakkapel en een schoorsteen. En hier onderaan hebben ze zo'n beetje een krabachtig iets. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Kom jongen! Ik heb de catnip een beetje verstrooid over de bodem. Ze laten er geen gras over groeien. Er worden al structurele verbouwingen hier uitgevoerd. Jongens, als je een muur uitbreekt, check dat het wel een steunmuur is of zo, hè? Moet een balkje komen. Hey moppie, is het leuk? Het is ondertussen, ik denk, 3:20 en ik heb net een heerlijk dutje gedaan op de bank. Ik wil even vanmiddag met mijn boterhammetje op de bank gaan zitten. En ik heb een zalig dutje gedaan, echt gewoon. Dat is echt vakantie voor mij, middagdutjes. Ik was eigenlijk best nog wel moe, dus ik denk dat ik het wel nodig had. Dus ik ga nu eventjes soepje voor vanavond klaarmaken. Mijn haar is wel een beetje wilder van. Ik ga een soepje klaarmaken voor vanavond. Dan ga ik eventjes boven eerst de wasje opruimen. En ik ben gisteravond de vlog vergeten af te sluiten. Oeps, ik zie er een stuk delicater uit dan dat ik gisteren deed. Het is ondertussen de volgende ochtend. Ik ben gisteravond, zoals jullie hebben kunnen zien, nog naar de bioscoop gegaan, naar het cinema, met een vriendin van mij. We gaan kijken naar Last Christmas. Echt een superleuk film met de actrice van Game of Thrones. Dat was eigenlijk echt wel eens leuk om haar eens in een andere, volledig andere setting te zien eigenlijk dan dat ik gewend was. Ik kende haar enkel puur en alleen van Game of Thrones. En nu speelt ze echt zo een heel jonge meisje. En ze ziet er ook heel jong uit, vind ik, tegenover in Game of Thrones. Ik dacht eigenlijk dat ze ouder was dan dat ze eigenlijk is. Dus het was wel echt een heel leuke kerstige film met iets meer inhoud dan de gemiddelde kerstfilm, zal ik maar even zeggen. Het was echt wel niveau Love Actually, ik zal het zo zeggen. Nee, het was echt een heel toffe film. Zeker een aanrader. Maar dat betekent dus ook dat ik nog mijn adventskalender moet open doen. We zaten aan dag 17. Ik ga eens even kijken waar die gebleven is. En dag 17 heb ik hier gespot. Het gaat wel snel, hè, jongens. Nutrition Nourishing Mask Cream 2-in-1. Oeh. Wel, dit kan ik eigenlijk wel gebruiken. Mijn haren zijn best wel droog de laatste tijd. Dus, daar ga ik misschien de komende dagen eens gebruik van maken. En eens een paar uur laten intrekken. Van die maskertjes kan je altijd super lang laten intrekken. En dat is dan eigenlijk nog beter dan dat je dat een paar minuutjes onder de douche doet. En dan ga ik bij deze de vlog ook afsluiten. Ik heb vandaag een heel leuke dag voor de boeg. Maar dat zien jullie uiteraard in de vlogmas van morgen. Ik zie jullie morgen weer. Bye!